Ik ben Monique, coördinator van dierenopvangcentrum Spijkenissen. En we maken hier elke week het item van Dier van de Week. We hebben hier gemiddeld een hond of 20 en ongeveer 40 katten zitten. Waardoor er altijd keuze is om maar eentje Dier van de Week te maken. Dit is onze Zinzi. Zinzi is een teefje van een jaar of drie. Een jaar of drie, dat weten we namelijk niet zeker. Ze is als gevonden hond binnengekomen bij ons en ze is nooit opgehaald. Zinzi is, naar wat wij denken, een kruising tussen een Stafford en een herder. Waarschijnlijk een Hollandse herder. En Zinzi heeft wel wat haken en ogen. Zinzi vertrouwt de wereld niet meer. Misschien de wereld wel, maar niet de mensen daarin. Ze heeft ook wat langer nodig om het vertrouwen van je te krijgen. En dat heeft ons ongeveer een maand of vier, vijf gekost. Waarna we echt wel vrienden van haar zijn. Zinzi heeft tijd nodig bij iedereen. Ze heeft al een paar keer een kennismaking gehad. Een kennismaking met Zinzi is niet zomaar langskomen, vriendjes worden en adopteren. Met Zinzi is het een keer of 10 langskomen. Misschien minder, hè? Maar daar moet je op rekenen. En dan, als het goed gaat, dan kan ze eventjes een uurtje op visite komen bij je. En dan bouwen we dat zo op. Zinzi heeft een hekel aan mensen die ze niet kent. Betekent dat ze ook een goede waakhond zou zijn. Zij heeft alleen weinig te maken met of je die mensen die net het hek binnenkomen in je tuin, of je die wel of niet kent. Dus het is wel een hond om echt rekening mee te houden. Naast dat alles is het gewoon een hele lieve hond. Zoals jullie hebben gezien, ze kruipt bijna in je jas. Ze wil bij je zijn. Ze wil met je knuffelen. Ze wil met je spelen. Ze wil aan het werk. Ze wil zoveel, maar zit al zo lang bij ons dat het gewoon niet eerlijk meer is.